Ik ben Arjon, ik woon hier nu 3 jaar op het NK-terrein. Het is een nieuwbouwwijk in Ede en wij proberen hier samen met alle bewoners de wijk te vergroenen. Op Ede Doet hebben wij de aanleg van groene daken georganiseerd. We zijn met dit initiatief gestart in 2018. En in 2019 zijn er nu 90 woningen gerealiseerd. We hebben ruim 50.000 euro samen opgehaald. 25.000 euro daarvan komt van de provincie. En 500 euro is door de Ede Doetbonnen bij elkaar gebracht. En de rest hebben de bewoners zelf betaald. Een groen dak ziet er sowieso heel erg leuk uit, maar daarnaast zijn er een aantal losse voordelen. Zo blijft je schuurdak langer goed, is het goed voor de insecten en is het ook goed voor het luchtklimaat in het schuurtje en eromheen. Dit is de waardecheck van Ede Doet die we hebben gewonnen met dit initiatief. En deze 1000 euro kunnen we besteden aan andere groene initiatieven op Ede Doet. Zoals je kunt zien liggen er 10 soorten sedum op het dak en dat wordt uitgerold als een mat. En vervolgens gaat er een grindrandje omheen zodat er niks onder de dakrand kan groeien. En zelf hebben we er als onderhoud aan dat we 1 keer per jaar het dak op gaan. Eventjes kijken wat er niet tussen hoort en dat haal je er even tussenuit. Dus voor de rest kun je genieten van je groene dak.